Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 14 september. Geduldig wachten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is geduld. We willen allemaal wel af en toe een verandering in ons leven, maar we willen niet altijd door het benodigde proces heen gaan om het te bereiken. Het duurt gewoonlijk langer dan we denken dat het zou moeten, en dan zijn er ook nog gaandeweg periodes van wachten. De grote vraag is, gaan we op de verkeerde of juiste manier wachten? Als we op de verkeerde manier wachten, dan zullen we ons ellendig voelen. Maar als we besluiten om op Gods manier te wachten, kunnen we geduldig worden en in feite genieten van het wachten. Er is oefening voor nodig, maar als we God ons in iedere situatie laten helpen, ontwikkelen we geduld. Hetgeen een van de belangrijkste christelijke deugden is. Geduld is de vrucht van de geest. Het kan alleen door beproeving ontwikkeld worden. Dus we moeten niet wegrennen voor moeilijke situaties. Want als we geduld ontwikkelen, zegt de Bijbel, zullen we volmaakt en volkomen zijn en niets tekortkomen. Zie Jakobus 1, vers 2 tot 4. Zelfs in onze relatie met God houdt toenemende veranderingen in. We leren meer en meer op Hem ons vertrouwen te stellen als we door moeilijke ervaringen gaan, welke van ons vragen om langer te wachten dan wij zouden willen. Vertrouw mij. Het wachten kan moeilijk zijn, maar het zal je sterker maken. De voordelen die geduld brengen, zijn zeker het moeilijke wachten waard. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil veranderen en dieper groeien in mijn relatie met U. Ik begrijp dat dit geduld ontwikkelen betekent. Maar ik weet dat mijn groei sterker wordt wanneer U geduld in mij ontwikkelt. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.